Is je telefoon echt viezer dan een wc-bril? Het korte antwoord, ja, dat is hij. Hoeveel viezerij precies is, moeilijk te zeggen. Onderzoekers verzamelen monsters van verschillende huishoudelijke... Ja, nee, niet zo'n soort monster. Ah, zo eentje. Daarmee konden ze zien hoeveel bacteriën er per vierkante centimeter waren. De uitkomsten van de onderzoeken waren verschillend, maar je telefoon heeft ongeveer tussen de 1200 en 4000 bacteriën per vierkante centimeter. En een wc-bril maar tussen de 8 en 150. Volgens experts komt dat omdat de wc-bril vaak alleen met huid in aanraking komt. En omdat de meeste mensen hem elke week schoonmaken. En je telefoon niet. Andere ranzige dingen in huis zijn... De snijplank! Het bureau! De gootsteen! Maar de grootste gordel van allemaal, het vaatdoekje. Daar maak je niet alleen mee schoon, maar het is ook nog eens de perfecte broedplaats voor bacteriën. Maar voordat je alles weggooit, slechts 0,1% van de bacteriën zijn schadelijk. De rest kan helemaal geen kwaad of zijn zelfs goed voor je.